De gemeente Beuningen is dinsdagochtend samen met de politie een groot onderzoek gestart op recreatiepark De Groene Heuvels bij Ewijk. Het recreatiepark moet volgens de gemeente worden gebruikt waarvoor het is bedoeld, namelijk recreëren. Bij de acties wordt iedereen die het vakantiepark verlaat gecontroleerd en worden recreatiewoningen bezocht. De controle wordt uitgevoerd door een interventieteam. Daarin zitten medewerkers van verschillende eenheden van de gemeente Beuningen en de politie. Deze eerste actiedag heeft tot doel om te controleren en te handhaven op ongewenste situaties. Zoals woonsituaties die strijdig zijn met het bestemmingsplan, zorgmeiders en andere misstanden.